Ik denk dat voor alle sectoren computational thinking wel op een of andere manier belangrijk is. En het is wel de mate en complexiteit waarin dat dan is. Voor het ene beroep zal dat veel meer zijn dan voor de andere. Maar op het moment dat je het dan misschien niet in je werk tegenkomt, dan kom je thuis tegen. Dus je zult toch eigenlijk... ik heb laatst mijn belastingaangifte weer in proberen te vullen. Ook dat is al een deel waarvan je denkt van... is dit baasvaardig ICT? Of moet je hier ook al wel weten hoe bijvoorbeeld die sommetjes opgeteld worden? En wat dat nou voor consequenties heeft op mijn eindterugslag of aangifte? Ik bedoel, dat zijn eigenlijk al dingen waar je, waar je niet onderuit komt. En ook bij het elke financiële handeling, op het moment dat je met de trein wil reizen, heb je al een OV-kaart nodig. Ook die moet je aanvragen. En je moet bij de juiste site zien te komen. En je moet... daar zit ook wel grens aan tussen informatievaardigheden en ICT-basisvaardigheden. Maar toch ook wel over de logica die er achter programma's zit. En dat je daar iets meer begrip voor hebt over hoe je dat dan... wat de consequenties of de uitkomsten zijn van bepaalde handelingen die je doet met die programma's.